Het jeugddoorgangscentrum Opadouli heeft in samenwerking met UNICEF vanmorgen een voorlichtingsactiviteit gehouden in de Times Mall. Het voorlichtingsprogramma is in het kader van het Strengthen Youth Against Challenges project. Opadouli richt zich met dit project op jongeren in de leeftijdsklasse van 12 tot 24 jaar. Het Strengthen Youth Against Challenges project heeft als doel het terugdringen van de jeugdcriminaliteit. Volgens Danielle Beeldsnijder van Wint, coördinator van Opadouli, willen ze de jongeren bereiken door korte voorlichtingsfilmpjes via social media en op de televisie te vertonen. We zijn dus als begeleiders gaan kijken ook van wat spreekt jongeren tegenwoordig het meest aan. En we kwamen allemaal tot de conclusie dat social media het ding is van deze tijd. Dus we zijn ook op social media gaan searchen naar een aantal jongeren van wie we indicaties hadden dat ze rolmodellen zijn en dat ze goede voorbeelden geven in die samenleving. We hebben ze benaderd en we zijn gaan nadenken. Wat kunnen we het beste doen om die jongeren echt te bereiken? En we hebben dus gedacht aan een paar korte filmpjes. Die mogen niet langer dan 4 minuten duren. Waarbij we jongeren dus de issues die we meemaken in de rechtszittingen voorhouden. Volgens Van Wint zijn er reeds 2 voorlichtingsfilmpjes gemaakt. Aan de hand van de reacties op social media kan geconcludeerd worden dat jongeren zich wel bewust zijn van de voorlichting die gegeven wordt, zegt Van Wint. De delicten die ze plegen staan niet op zich. Het zijn vaak gecombineerde zaken die zich voordoen. Maar we hebben filmpjes gemaakt over zeden, over roof, over moord en over porno. We zitten in Opadouli in een multidisciplinaire setting, waarbij we dus de politie jeugdzaken hebben, de justitiële kinderbescherming, de rechterlijke macht, de rechtszaal is in Opadouli, het openbaar ministerie, de rechtercommissaris en het onderwijs. En op die manier brengt ieder vanuit zijn eigen discipline de begeleiding naar de kinderen toe. En mij persoon als coördinator natuurlijk, onder de hiërarchie van de directeur van Justitie en Politie. Tot zover Danielle Beeldsnijder van Wint, coördinator van het jeugddoorgangscentrum Opadouli. Ze sprak vanmorgen bij de voorlichtingsactiviteit in het kader van het project Strengthen Youth Against Challenges.